Goedemorgen allemaal en welkom bij het webinar Organiseren van Warmtenetten. Mijn naam is Bianca Bendries en ik ben programmamanager van het Nationaal Warmtecongres. Gedurende het jaar willen wij altijd graag extra inhoud delen en daarom organiseren wij een aantal webinars waarvan dit er één is. Het webinar wordt verzorgd door Lambert ten Dekker. Hij is directeur bij DWA en heeft ontzettend veel ervaring in het realiseren van warmtenetten. En in het komende uur zal hij zijn kennis en ervaring met ons gaan delen. Het is mogelijk om vragen te stellen. Dat kan in de chat, die ziet u onderin het scherm. En aan het einde van het webinar zullen we deze vragen dan ook behandelen. Voor nu wens ik u veel kijkplezier en geef ik graag het woord aan Lambert. Ja, dankjewel Bianca. Ik ben inderdaad Lambert de Dekker. Ik ben directeur bij DWA. Dat ben ik sinds kort. En voor die tijd werk ik eigenlijk al 30 jaar lang aan allerlei interessante duurzame energieprojecten. Dus die inhoudelijke bagage heb ik bij me. En vanuit die inhoud en ervaring wil ik graag ook het een en ander delen met jullie in dit webinar. Aangekondigd als, hoe organiseer je dat nou als je een warmtenet wil gaan ontwikkelen? En dat zou misschien de suggestie kunnen wekken van dat gaat dan over organisatiemodellen en zo. Maar in de ondertiteling en de aankondiging van het webinar is ook al aangegeven van laten we ook kijken van wat speelt er nou allemaal aan praktische dingen waar je bij die organisatie rekening mee moet houden. Welke praktische, concrete dingen spelen er? Hoe kan je daar nou mee omgaan? En hoe geef je dat een plekje, die onderdelen in, laten we zeggen, de hele ontwikkeling van een warmtenet? Nou, dat is even in vogelvlucht wat ik het komende uur met jullie doorheen wil gaan lopen. En daarvoor ga ik het scherm delen en mijn presentatie opstarten. Ja, ik deel mijn scherm. Wat ik al zei, organiseren van warmtenetten. Praktisch, concreet. En misschien nog één toevoeging, wat ook in de ondertitel hier staat. Van hoe kunnen we nou versnellen? Want ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar mij bekruipt wel eens het gevoel dat het allemaal niet zo heel erg hard gaat. Dan word je wel eens een beetje ongeduldig. Dus dat ongeduld zal misschien af en toe ook een beetje opspelen in mijn verhaal. Vergeef me dat als dat te veel is. Maar jullie zullen ook wel begrijpen van, weet je, het is een urgent probleem waar we mee bezig zijn. Een urgent vraagstuk. Dus dat, daar zou je ook graag wat versnelling in willen. Nog even kort iets over DWA. Wij werken met 150 adviseurs, werken we aan slimme en duurzame oplossingen voor gebouwen en gebieden. Nou, het mag duidelijk zijn dat het vanochtend vooral over de gebieden gaat, over de warmtenetten. Wij doen dat met 150 collega's vanuit 5 locaties. En maken wij ons hard om de gebouwde omgeving duurzamer te maken. Nou, dat even heel kort. Dan starten we met waarvoor we hier met elkaar zitten. Hoe verloopt nou die warmtetransitie? Daar eerst maar eens even mee beginnen. Want we zijn er natuurlijk al een paar jaar onderweg. Hè. In 2021 hebben de gemeentes de transitievisies warmte vastgesteld. En als je daar doorheen kijkt, dan zie je dat in heel veel van die transitievisies warmte best veel warmtenetwijken zijn aangewezen. Dat is gedaan op basis van de modellen die er toen waren, vrij hoog over. Met misschien ook kostenkentallen die daarin zaten, die ten grondslag lagen aan die modellen die nog redelijk optimistisch waren. Maar goed, duidelijk is wel dat daar best wel veel warmtenetwijken in zitten. Nou, na 21 is daar een start mee gemaakt. Hè? Die transitievisies warmte is natuurlijk ook een aantal startwijken aangegeven waarmee gestart zou worden. Daar zijn we nu 3 jaar mee bezig. Met veel onderzoeken, bewonersinitiatieven ook die er zijn, wijkuitvoeringsplannen, participatietrajecten, bewonersavonden, debatten. Heel veel gebeurt.
maar zoals ik net al zei, nog relatief weinig harde besluitvorming. Nou, zonder daar nou echt een hard oordeel over te geven, want dat heeft allemaal zijn redenen. Maar goed, dat is wel een feit als je om je heen kijkt, dat het dus allemaal niet zo snel gaat. En ik heb ook gewoon even nalopen denken in de aanloop naar dit webinar. Hoe komt dat nou? En wat zouden we eraan kunnen doen? En dat is eigenlijk ook een beetje de leidraad voor dit webinar. Ik heb 5 thema's gedestilleerd uit die vragen. Die noem ik even eerst alle 5 hier kort. En dan gaan we ze alle 5 gewoon even stuk voor stuk na. De eerste. Ik zei net al, in die transitievisie zwart, er staan oplossingsrichtingen. Die toen met de kennis van toen zijn gemaakt. Maar je ziet ook wel dat die vragen om heroverwegingen. Dat is aan de ene kant altijd goed, hè, om je af te vragen van, ja, weet je, hebben we toen de goede keuzes gemaakt op de basis van de goede argumenten, de goede feiten, de goede uitgangspunten. Dus dat is goed. Maar daardoor zie je nu wel weer dat in die heroverweging, hè, want we moeten naar die transitievisie warmte 2.0, hè, of warmteprogramma, dat daardoor eigenlijk nog steeds heel veel onduidelijkheid is. En daarmee ook een soort beperkt handelingsperspectief voor bewoners. Hoe vaak hoor je nog niet de vraag van, ja, ik moet mijn ketel vervangen. Wat kan ik nou het beste doen? En dan hebben we eigenlijk heel vaak geen goed antwoord. Tenminste, geen goed antwoord. In ieder geval geen antwoord in de zin van, nee, in jouw wijk gaat dit de richting zijn over zoveel jaar. En daar kan je op bouwen. En dus is dit het beste wat je nu kan doen. Tweede. Zie je ook heel erg de afgelopen jaren van de worsteling van aan de ene kant het meenemen in het proces, participatie, en aan de andere kant het concreet vertellen, wat wordt nou de oplossing? En je merkt ook wel dat, natuurlijk zijn er altijd mensen die graag mee willen praten, maar er zijn ook heel veel mensen, de grote groep eigenlijk, die gewoon een concreet aanbod wil. Van, oké, als dit de oplossing is, van kom dan met een aanbod. Wat betekent dat voor mij? Wat zijn de consequenties? Om die keuze te maken om al dan niet mee te doen. Nou, dus daar ga ik als tweede in, dat concrete aanbod. Hoe zou je dat nou kunnen doen en hoe ziet dat eruit? Derde punt, zoveel hoofden, zoveel zinnen. He, in die participatie zie je natuurlijk allerlei meningen. Al dan niet gebaseerd op feiten. Maar goed, ze zijn er gewoon. En je ziet ook wel dat dat tot een soort keuzestress leidt. Tot verwarming staat er, maar dat is verwarring en verlamming. Dus dat helpt niet altijd. Dus die keuzestest, daar wil ik ook wat hand naar voet aan geven. Waar zit dat dan in en welke keuzes heb je het dan precies over? En hoe zou je daar wat vorm aan kunnen geven? En duidelijkheid. Vierde punt, de complexiteit van de ruimtelijke inpassing in de bestaande woud. Daar lopen wij zelf ook heel vaak bij projecten tegenaan en bij vraagstukken. Die ruimte is schaars. Dus daar wil ik wat over laten zien en doornemen. En als laatste de betaalbaarheid. Hè? Dat is niet de minst belangrijke. Maar hoe zit dat nou met die kosten? En welke onzekerheden zitten daar dan in? En hoe zou je daar hand en voet aan kunnen geven? Nou, eerst dat handelingsperspectief. Deze is misschien een beetje open deur, maar is toch uiteindelijk wel de basis van, kies nou sneller een oplossingsrichting, individueel of collectief. En dat is misschien makkelijker gezegd dan gedaan, maar mijns inziens begint dat met de toets of het collectief, het warmtenet waar we het over hebben. Is dat nou een logisch alternatief in deze wijk? En kijk dan naar de woningdichtheid, het woningbezit, hè, verhouding corporatiebezit, particulier bezit. En is er wel een warmtebron? Ik heb best veel transitievisies warmtes gezien met wijken waarin een warmtenet als beste optie uitkwam, maar waarbij er totaal geen zicht was op een logische warmtebron. Ja, dan kan je dat wel zeggen, maar is dat dan logisch? Dus die eerste toets zit hem volgens mij op deze 3 punten. En ik zeg niet dat die keihard is, zeg, hè, je moet een woningdichtheid van zoveel woningen per hectare, dan is een warmtenet geschikt. Of je moet verhouding 50% corporatiebezit, 50% particulier bezit. Dat is niet helemaal met een schaartje te knippen, maar je ziet al vrij snel van, joh, de wijken met hoge woningdichtheid, veel gestapelde bouw, veel corporatiebezit, zou je kunnen starten met een warmtenet. Maar als je een wijk hebt waar dat niet zo is,
Ja, dan moet je misschien ook wel sneller de keuze maken van oké, dan vergeten we dat warmtenet. En dan blijven we niet studeren, maar kiezen we de individuele route. Met een hele andere focus dan natuurlijk voor je wijkaanpak. Veel meer gericht op ontzorging, op een aanbod organiseren. Het netcongestieprobleem wat daar natuurlijk groter is. Dan kan je daar ook veel meer op gaan focussen. En als het wel aan die voorwaarden voldaan wordt, en het is een logische warmtenetwijk, ja, dan kan je dat traject in gang zetten om tot dat aanbod te komen. Stap voor stap. En dat stap voor stap, ik ga hem niet helemaal uitwerken, maar onze inzien zijn dat vier belangrijke stappen. Dat is die verkenning, dat is eigenlijk die toetsfase. Ik heb hier nog een half jaar bij staan. Ik kom daar straks nog even op terug. Of dat inderdaad een half jaar daarvoor nodig is. Vervolgens kan je gericht dat onderzoek ingaan. Dus veel meer die ruimtelijke inpassing, de business case wat verder uitwerken. Daarna krijg je de ontwikkelingsfase, als die onderzoeksfase positief afsluit. En vervolgens ga je de uitvoering in. En ik heb hier bewust even vet gedrukt in elk van die vier blokjes gezet, het aanbod aan de bewoners. Je kan natuurlijk op basis van die toets, kan je op zich al best een eerste opzet hebben van oké, hoe zou dan het bewonersaanbod eruit kunnen zien? En dat kan op zich in elke fase kan dat terugkomen. Maar daar kom ik straks nog even op terug. Dus wat is nodig? Ik denk dat het belangrijk is dat afwegingsmodel van de Transitievisie 2.0, de warmteprogramma's, dat wordt herzien. Daar wordt ook overigens aan gewerkt, hè, aan die Vesta-MAIS-modellen bijvoorbeeld, die worden echt wel goed herzien. Dus ik denk dat dat ook goed is, omdat je daarmee ook die oplossingsrichting goed kan heroverwegen voor de wijken. En ik denk dus dat dat gestructureerde proces, hè, met zoveel mogelijk standaards, maar ook in fase elke keer weer duidelijk dat besluit nemen van is het interessant voor de bewoner, ja of nee? En dan steeds stap voor stap verder gaan. Nou, dat was de eerste. Dan het tweede, dat concrete aanbod. Dat zat net al even in de procesaanpak die ik schetste, kwam dat terug. Hoe zou je dat nou kunnen doen? En volgens mij is het daarvoor belangrijk om tot zo'n aanbod te komen. Dat gaat over welke methodiek gebruik je daarvoor en welke input en output heb je daarbij nodig. En een beetje open deur misschien ook weer, maar inzet van goede modellen. Misschien hebben jullie laatst ook wel het webinar gezien van de TKI en RVO over het gebruik van modellen die door adviseurs gebruikt worden. En daar is een sessie gedaan, daar hebben wij ook aan meegedaan om te kijken van, nou ja, als je nou een casus hebt, wat komt dan uit het ene, wat komt dan uit het andere model? En dan zie je dat best wel verschillend is. En volgens mij zijn het allemaal goede modellen. Alleen zit het hem vooral in de input en de output van die modellen. Dus ik heb hier even gezegd betrouwbare kerngetallen over kosten. Volgens mij hebben we ondertussen genoeg ervaring in die 3 jaar opgebouwd dat wij best wel wat meer kunnen zeggen over de kosten van een warmtenet in een bepaalde wijk dan dat we dat 3 jaar geleden konden doen. Dus waarom verzamelen we dat niet en maken we daar een soort database van? Die iedereen kan gebruiken. En natuurlijk moet je ze altijd een beetje fine-tunen naar de daadwerkelijke situatie. Maar daar kan je je output beter mee maken. En daar kan je ook standaard output definiëren. Hè, zodat dat concrete aanbod in de ene gemeente, het concrete aanbod niet in de ene gemeente heel anders is als in de andere gemeente. Zodat je ook daar standaardisatie. En standaardisatie is wel een beetje voor mij ook een beetje een belangrijk woord waar we naartoe zouden moeten gaan, omdat je ziet dat iedereen voor zichzelf bezig is. Nou, dan heb je dus heb je het over die input gehad en over dat aanbod wat je daarmee kan maken. En naarmate die uitwerking gedetailleerder wordt in die verschillende stappen die we net hebben laten zien, kan je die kentallen die je gebruikt natuurlijk projectspecifiek gewoon gaan bijstellen aan de hand van ramingen. En dan wordt het aanbod wat je aan de bewoners doet, wordt gewoon steeds concreter
en specifieker. Dus op die manier kan je dat ook laten groeien. En dat zal eerst nog dus voorwaardelijk zijn. Dat is logisch, hè, want je weet niet gelijk alles. Maar naarmate die uitwerking dus vordert, groeit dat aanbod mee. En dan hoef je dus niet te wachten tot laten we zeggen, 2 jaar lang studeren. Maar dan kan je dat al gelijk aan de voorkant, in die eerste fase, vrij aan de voorkant, kan je al met een soort eerste aanbod komen. Nou, ik zei net al, standaardiseren is daarin wel een belangrijk woord. Maar ook digitaliseren. Dan begin ik even met een ambitie. Ik denk, als ik een beetje ziet omheen waar wij zelf mee bezig zijn, maar wij ook andere partijen mee bezig zijn, dat het mogelijk zou moeten zijn dat je een warmtenet voor een bepaalde wijk in 1 dag kan doorrekenen. Energetisch en financieel. En daar heb je dan inderdaad wel een paar dingen bij nodig. Hè? Dus die database met die kentallen. Ik noemde net het voorbeeld van het warmtenet zelf. Hè? De leidingen in de grond of in het gebouw. Daar kan je bijvoorbeeld met moeilijkheidsgraden werken. Zodat je met 3 moeilijkheidsgraden, ik noem maar wat, open verharding, gesloten verharding of in het groen of dat soort dingen. Daar kan je gewoon in wat gradaties in aangeven. Datzelfde kan je natuurlijk ook voor woningaansluitingen. Dat zien wij vaak ook als een eentje die wel lastig is. Maar je weet gewoon dat er wat in die woning moet gebeuren. Dus je kan daar ook een aantal dingen best wel standaard voor benoemen en daar een soort richtprijs voor aangeven. En uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om de kosten van de productievarianten. Dus afhankelijk van heb je een WKO met aquathermie of heb je restwarmte of wat dan ook. Het tweede, wat dus naast die kentallen, eigenlijk zou je eigenlijk ook veel meer met data willen doen van het patroon van warmtevraag. Zeker in die bestaande bouw is er natuurlijk best wel veel bekend over energiemeters, warmtemeters. Maar ook gewoon op basis van de gasmeters. Hè. Als je zelf, ik heb thuis ook wel eens gekeken naar mijn gasmeter, hoe ongeveer mijn patroon van mijn warmtevraag er over een dag uitziet. Als je dat nou verzamelt van veel meer woningen, kan je daar ook gewoon goede standaards voor die warmtevraagpatronen maken. Zodat je ook een soort belastingsdeurkrommen kan maken. En als je die gestandardiseerd hebt, hoef je daar niet over na te denken. Nou, dat scheelt echt een boel werk, zodat je daar ook veel meer gerichter mee om kan gaan. En als je dat dan hebt, de kentallen, het patroon van de warmtevraag, kan je ook die verschillende warmtenet- en productieconfiguraties, daar kom ik straks ook nog even op terug, kan je gaan modelleren. En ik denk als je dit op een slimme manier kan doen, dat je dus die ambitie waar kan maken, dat je in ieder geval in 1 dag dat eerste aanbod kan doen. Hè? Waar ik net dus had gezegd, die eerste fase een half jaar. Ik zeg van ja, probeer dat nou in een dag te doen. En in een dag bedoel ik dan het rekenwerk, maar misschien ook met een sessie met de gemeente over een aantal dingen die dan nog niet duidelijk zijn. Bespreek dat en aan het eind van de dag een beetje van, nou weet je, dit is niet doen. Helemaal wel doen, of misschien nog ergens in het twijfelgebied. Oké, dat is dan een lastige, maar dan heb je in ieder geval de duidelijkheid van welke kant het op gaat. Nou, in welke stappen zou je dat dan kunnen doen, hè? Zo'n sessie? Als eerste je buurt in beeld. Daar heb je gewoon tools voor, om dat gewoon met ook data, GIS-systemen, teken er een kader omheen en je hebt je buurt. Aantal woningen, type woningen, ouderdom van de woningen. En als je dat koppelt aan wat energiegegevens, liefst gebaseerd op die data waar we het net over hadden, dan kan je daar gewoon prima mee je buurt goed in beeld brengen. Je warmtevraag dus. Vervolgens kan je daar ook, en daar zijn zat tools voor, automatisch een warmtenet in tekenen. Ik snap dat dat natuurlijk een eerste sessie is, maar dan heb je wel een eerste inzicht in lengtes, diameters van de tracés. En kan je dat ook weer gebruiken voor je energetische en financiële doorrekening.
derde stap is dan dus die jaarbelastingsduurkrom op basis van die data, gecombineerd met wat projectspecifieke parameters. Die rolt er dan ook uit. En vervolgens kan je je productieconfiguratie gaan modelleren. Nou, hier staan allerlei ingewikkelde blokjes en afkortingen. Maar dat is even een voorbeeldje hoe wij dat doen. Met luchtwarmtepompen, bodemwarmtepompen, een piekvoorziening, een WKO, een TO, aquatemie. In ieder geval kan je die configuratie doorrekenen met je modellering. En heb je je eerste doorrekening ook van je productie. En aan de hand van die doorrekening kan je ook alle financiële aspecten doorrekenen. Zodat je inzicht krijgt in je investeringskosten, onderhoudskosten, energiekosten. En aan de andere kant natuurlijk ook je opbrengsten aan de hand van tariefstructuren. En dan heb je hem. En ik snap dat in 5 sheets heel makkelijk te zeggen is. Maar aan de andere kant denk ik ook wel eens van, ja, waarom zouden we het moeilijker maken? Dit zijn de stappen die je voor een groot deel kan automatiseren, met standaard parameters kan doorrekenen, en dan heb je gewoon een eerste doorrekening. Nou, en dan, wat zijn dan op basis van die doorrekening, hè? Want we hebben het over dat concrete aanbod wat je uiteindelijk wil doen. Beschrijven van het energieconcept. Nou, net laten zien, die heb je doorgerekend. De ruimtelijke consequenties voor de woningeigenaar en de gebruiker. Nou, weten we ondertussen ook best veel van hoe dat zit in verschillende type woningen. Omschrijving van de randvoorwaarden. Wat moet er bouwkundig gedaan worden? Wat moet er aan de afgifte eventueel nog gedaan worden? En uiteraard natuurlijk de financiële consequenties. Hè? Wat wordt uit die eerste berekening of later uit de gedetailleerde berekening uiteindelijk de bijdrage van de aansluitkosten? Of de projectbijdrage, hoe je het wil noemen. Wat is de tariefstelling die daarbij hoort? En wat zijn de overige kosten die op woningniveau nog gedaan moet worden? En combineer dat dan natuurlijk met de subsidiemogelijkheden. En uiteindelijk werkt dat straks ook uit in een soort ontzorgingsaanbod. Hè? Want je kan er wel zeggen van, ja, je moet dit, je moet dat, doe dat. Maar heel veel bewoners zullen daar ook gewoon hulp bij nodig hebben. Van ja, maar hoe moet ik dat dan doen? En met wie moet ik dat doen? En waar kan ik aankloppen? Nou, dat over het concrete aanbod. Dan gaan we naar het derde onderwerp. En dat is, had ik genoemd, voorkom keuzestress. En soms zie je echt door de boom het bos niet meer. Doordat Jan en Alleman van alles roept. En dat doen bewoners natuurlijk. Maar dat doen we eerlijk gezegd als professionals ook wel eens. Hè? Want de ene zegt van ja, maar je moet een warmtenet. Ja, maar het moet wel laag temperatuur. Of nee, je moet juist middentemperatuur zijn. Want dat is beter voor de huidige bewoners. Keuzevrijheid. Waterstof komt er dan dwars doorheen natuurlijk. De netcongestie. Nou ja, ik heb hier een hele ris met woorden die nog makkelijk uit te breiden is. Als we een woordwolk zouden maken via Mentimeter, dan heb je volgens mij binnen no time nog veel meer termen en dingen die spelen. En die maakt het soms wel ingewikkeld. Tenminste, ik merk dat zelf ook wel. En zeker bij gemeentes die dan bijvoorbeeld daar een keuzes in moeten maken. Ja, dan ga je toch ook soms twijfelen. Zeg van maar die adviseur of die netbeheerder waarmee ik aan tafel zit, die zegt dat je dit moet doen. Maar de bewoners, die zeg ik van ja, maar die willen niet, want die willen keuzevrij. Nou, wat moet ik nou? Aan de ene kant is dat natuurlijk ook op een gegeven moment een kwestie van, noem het leiderschap. Hè, van, ja, op een gegeven moment moet je gewoon keuzes maken die altijd een compromis zijn. Hè. We zijn een land van polderen. Daar ontkom je niet aan. Maar aan de andere kant wil je daar wel een verhaal bij. Hè. En ik heb eigenlijk 2 dingen in dit kader die ik daarin wil laten zien. Het ene is technisch en het andere is meer procesmatig. Van hoe kan je dat nou helpen? Nou, ik begin maar met het technische. Ik laat vaak, als we het over de techniek en over keuzes van warmtenetten hebben, dit plaatje zien. Een warmtenet bestaat sowieso al uit een keten van bron tot woningaansluiting met allerlei stappen daartussen. Hè? Dus daar begint het al. Daar heb je verschillende keuzes in te maken.
Die hebben te maken met de kwaliteit van warmte, de tijd, kwantiteit en plaatsen, die keten. En aan de andere kant heb je natuurlijk de verschillende temperatuurniveaus van warmtebronnen. ZLT, LT, MT of HT. Nou ja, HT dat willen we niet meer, maar daarom heb ik hem even tot MT laten zien. Vervolgens leidt dat uiteindelijk tot een woning. Tenminste, ik heb het maar even bij woningen gelaten hier. Met een bepaalde manier van aansluiting en het leveren van warmte. Die dan ook weer afhangt van het temperatuurniveau. En dan vervolgens, om het plaatje compleet te maken, heb je daartussen nog allerlei componenten nodig. Variërend van warmtepompen, buffers, piekvoorzieningen en een warmtenetinfrastructuur. En hier zie je dus al, dan heb ik het alleen nog maar over de warmtenetten, van ja, dat je keuzes moet maken. En dan kom ik toch weer even terug op mijn eerste selectie. Dat gezegd had van, je hebt sowieso belangrijk als je ergens wil beginnen, zicht nodig op je warmtebronnen. En vaak zie je dat die al wel bepalen waar je startpunt ligt. Is dat dan ZLT, LT of MT? En vervolgens heb je natuurlijk allerlei configuratiemogelijkheden die je dan weer met die modellering waar ik het net over had slim kan doorrekenen, zodat je wel al vrij snel een soort inzicht krijgt van ja, wat is nou de meest slimme variant in mijn situatie? Dus in die dag, die ambitie om dat in een dag te doen, heb je die modellering nodig om snel van dit soort scenario's en varianten door te kunnen rekenen. Maar dat geeft dan wel dat inzicht om uiteindelijk wel een soort onderbouwd die keuze te maken. Hè? Want daar ging het om in het kader van keuzestress. Dat is één. Het tweede wat kan helpen, dat is multicriteria-analyses. Daar kan je ook helemaal in losgaan als je wil. Maar aan de andere kant kan het juist helpen omdat je vaak in die processen ziet dat subjectiviteit en objectiviteit allebei dwars door elkaar heen loopt. En met zo'n multicriteria-analyse, die kan heel erg helpen om dat te scheiden. En om daarmee ook het gesprek met verschillende stakeholders te voeren. En dan zie je eigenlijk vier elementen. Er staat drie, maar het zijn er vier. Het eerste is natuurlijk je varianten. In welke scenario's, varianten of concepten heb je? Hebben drie, vier concepten bijvoorbeeld, die uiteindelijk overgebleven zijn. Dan kan je vervolgens zeggen welke criteria zijn relevant om die varianten te gaan vergelijken. Aan de hand van die criteria kan je die varianten ook beoordelen. Hè, met een 1 tot 5 punt schaal of 1 tot 10, net wat je wil. Maar in ieder geval doe dat wel allemaal op dezelfde manier. En vervolgens kan je daar nog een wegingsfactor aan houden. En dan begint een beetje de subjectiviteit natuurlijk, want dat is juist voor iedereen anders. Maar dat wil je juist ook, dat vanuit, laten we zeggen, de inwoners of andere stakeholders. Daar wil je graag die input op van, joh, het gaat niet zozeer om welke variant jij misschien precies wil, maar wat vind je belangrijk? En hoe belangrijk vind je dat dan? Nou, en dan krijg je eigenlijk dus, even een voorbeeldje van een multicriteria-analyse die wij pas geleden gemaakt hebben. Dan zie je dus een overzicht van de varianten. Aan de andere kant 10, in dit geval 10 criteria die je in kan vullen. Varieert het van financieel tot geluid, ruimte, koppelkansen, nou ja, dat soort dingen. Vervolgens zit daar een beoordeling in. Die moet je overigens niet overlaten aan de bewoners. Die moet je echt gewoon aan één partij overlaten die zegt van ja, op basis van kennis en expertise vul ik hem in en geef ik die punten op de schaal van 1 tot 5 een beoordeling. Het liefst onderbouwd met berekeningen. Kwantitatief, maar er zitten ook altijd wat kwalitatieve beoordelingen in, met weer natuurlijk dat daar weer wat subjectiviteit in het proces sluipt. Maar goed, de beoordeling en dan de weging, en dan zie je uiteindelijk komt daar dan een gewogen score uit per variant, op basis waarvan je een keuze kan maken, of een voorlopige keuze kan maken. Nou, dat helpt om het te onderbouwen. Dat helpt om het te verantwoorden.
Zeker in de politiek is dan natuurlijk altijd goed dat je kan zeggen van, nee, maar daar hebben we gewoon echt een goede analyse van gemaakt. Dat helpt om die keuzestress wat te verminderen. Dus wat is nodig? Structuur, overwogen opbouw van configuraties van energieconcepten. En een duidelijke combinatie van dus dat objectieve en subjectieve. Dus subjectieve mag gewoon meedoen in de weging. En daar heb je dan die multicriteria-analyse, kan daar behulpzaam in zijn. Dan ga ik over naar vierde onderdeel. En dat ging over schaarse ruimte. Ja, dat zie je eigenlijk bij elk project in de bestaande bouw. Lopen wij daar vroeg of laat, en meestal is het laat, vind ik tenminste, vrij laat tegenaan. Als je echt gaat kijken van, oké, maar hoe gaan we dit nou inpassen in die bestaande wijken? Dan is dat best wel een uitdaging. Ik heb even wat plaatjes om mee te beginnen van als je het hebt over een warmtenet en een wijkgebonden technische ruimte, of nou ja, een technische ruimte, dan beginnen we zo, ah, dat is 50 vierkante meter of 100 vierkante meter, ah, dan kan je wel een beetje wegwerken. En soms kan dat ook wel, maar aan de andere kant, als je het over gewoon grote wijken hebt van 1000 of misschien wel 2000 woningen, dan gaat het ook gewoon echt over forse ruimtes. Nou, hier zie je een paar voorbeeldjes van technische ruimte in Groningen, Ede, Veenendaal, Beverwijk. Hier nog meer een soort tijdelijke voorziening die dan er heel erg bazaal uitziet. Maar je ziet daarmee ook van, het zijn gewoon onderdelen waar je gewoon serieus rekening mee moet houden, maar die je vervolgens ook heel mooi kan maken. Dat zie je ook wel in deze voorbeelden. Nou ja, dat is meer het collectieve. Als je dan vervolgens kijkt naar het warmtenet, nou, ook even het plaatje van in een bestaande straat, dat brengt gewoon wat met zich mee. Helemaal geen technisch allemaal oplosbaar, maar dat is gewoon een feit wat je het beste maar vroegtijdig onder ogen kan zien. Datzelfde geldt voor die aansluiting van van de woning. Ja, ergens moet je vanuit de straat de tuinen door, de woning in en vervolgens op de locatie komen waar je ketel nu staat. Ergens vaak op zolder, hè, als het gaat om grondgebonden woningen. Ja, daar moet je wel ook inpandig in de woning van de mensen. Ja, daar moet iets gebeuren om daar te komen. En ik heb ook wel eens gezien dat er dan bijvoorbeeld gezegd wordt van, ja, we hebben een warmtenet doorgerekend en de leiding die komt binnen beneden aan. Ja, en daar hangen we ergens een afleverset op en dat is het dan of zo. Ja, dan maak je het wel een soort makkelijk, vind ik. Dus vandaar dat ik ook zeg van, dat ook dat traject in de woning tot aan uiteindelijk de aansluitset waar die dan ook hangt. En het startpunt waar nu je cv-installatie begint, betrekt dat ook gewoon vroegtijdig in het verhaal in ieder geval, hè. De uitwerking, ik snap dat je voor 1000 woningen die verschillend zijn, dat niet kan uitwerken helemaal. Maar wel om het te benoemen en de mogelijkheden daarvoor aan te geven en de consequenties. Nou, even een voorbeeldje hoe we dat laatste keer gedaan hebben in een wijk in Harderwijk. We hebben ook gewoon begonnen, vrij vroeg in het traject al, met gewoon eens even digitaal door de wijk te lopen, maar ook fysiek even een rondje te rijden door de wijk. En samen met een afvaardiging van bewoners, van de gemeente, van de woningcorporatie, gewoon eens gekeken in die wijk van, laten we eens wat locaties selecteren. Gewoon heel breed nog. Dan zie je al dat er wat locaties uitkomen, zeggen van, ja, dan willen we eigenlijk, het is er misschien wel, maar dat willen we eigenlijk echt niet. Dus dan zie je al een beetje een eerste schifting voorbij komen. Nou, vervolgens werk je die wat verder uit in die zin van, wat moeten er dan precies komen? En welke vallen eraf? Nou, dan zie je dat er een bepaald aantal locaties overblijven, met bepaalde onderdelen die je daar misschien wel of niet in wil hebben. Dan kan je hier uiteindelijk een keuze voor maken.
voorkeurskeuze. Hè? Want uiteindelijk moet je natuurlijk, je kan er niet altijd vijf locaties mee blijven nemen. Dus je moet ergens een voorkeurslocatie opnemen. Nou, in dit geval zat hij hier beneden aan de wijk, in de wijk. En die kan je dan verder uitwerken. En dat is ook wel interessant, want dit gaat vooral over de technische ruimtes. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon een aantal zaken nodig. En in dit geval ging het over warmtepompcentrales met WKO's, bronnen in de ondergrond. En wordt gebruik gemaakt van aquatomie uit de randmeren. Maar goed, daar is ook nog wel veel ruimte. Tenminste, dat heeft ook ruimtelijke consequenties. Alleen al voor een grote wijk het aantal bronnen wat je nodig hebt. Ook daarin zie ik vaak dat er gezegd wordt van ja, WKO. Dan moeten we WKO doen. Dat is makkelijk, want dan kunnen we het in de grond opslaan. Ja, prima. En voor een complex van 200 woningen kan je dan kiezen voor een WKO-systeem met één warme en één koude bron. En die plaats je rond het complex. Maar als je het over een wijk hebt van 3000 woningen. Dan heb je opeens niet genoeg aan één warme en één koude bron als onderdeel van je WKO-systeem. Maar dan heb je misschien wel vijf bronnen nodig. Vijf koud en vijf warm, die een bepaalde onderlinge afstand moeten hebben, die elkaar niet mogen beïnvloeden. En ook dat is een inpassingsvraagstuk waar je goed naar moet kijken. Vandaar ook dit plaatje waarin je dan ziet rondom die voorkeurslocatie. Hebben we gekeken van, nou, oké, hoe kan je die bronnen dan inpassen? Waarbij het vervolgende natuurlijk ook weer is van, ja, oké, dan heb ik hier die locatie. Maar hoe zit dat qua leidingwerk? En hoe zit dat dan? Want je ziet hier wel die WKO, maar die warmte uit de randmeren die hier zit, die moet hierin opgeslagen worden. Dus er moeten ook nog leidingen komen en voorzieningen om die warmte deze kant op te brengen. Nou, en alles bij elkaar zie je dus dat een ruimtelijke puzzel wordt van technische ruimtes, van bronnen, van een aquatemische systeem. En dan vervolgens natuurlijk nog het warmtenet zelf, wat hier nog verder niet in staat, waarmee uiteindelijk de warmte naar de woningen gebracht moet worden. Maar het helpt wel. Het is een complexe puzzel. Maar door het op deze manier gewoon gestructureerd aan te pakken, hè, om tot die inpassing te komen, dan kan dat ook wel. En belangrijk is ook van doe dat gezamenlijk. Hè? Dus ook het wegen van belangen. Dat hebben we laatst ook gezien in een ander traject waar wij mee bezig waren. Dat ging dan ook over gewoon intern bij de gemeente bijvoorbeeld. Van ja, je hebt de mensen van Groen. Je kan wel zeggen dat jij daar in dat plantsoen een technische ruimte wil zetten. Maar dat gaat ten koste van Groen. En als je pech hebt misschien zelfs van een paar bomen die in de weg staan. Ja, daar kunnen wij makkelijk over doen. Maar als je een ambitie hebt om de groenste gemeente van Nederland te zijn, dan is elke boom weg, is er één te veel. Dus die belangen van groen, maar ook verkeer, speelvoorzieningen en zo, die kan je daarin ook in dat gezamenlijke proces gewoon meenemen. En vooral om het gezamenlijk te doen, gaat het ook om die weerstand te verminderen. Hè? Dus dat je het ook uiteindelijk de eindsituatie, een gedragen eindsituatie is. Ook intern bij bijvoorbeeld een gemeente, maar ook de bewoners die je daarin ook mee kan nemen. Tenminste, in het voorbeeld van Harderwijk hebben we dat dan ook zo gedaan. En het is natuurlijk belangrijk, daar begon ik ook al mee, van ja, dat je wel een realistische inschatting maakt van de benodigde ruimte. En niet veel later in het proces, oh jongens, maar we hebben toch... Het is niet één WKO-bron, maar het zijn er vijf. Ja, dan ben je rijkelijk laat. Dus wacht er niet te lang mee. Hoef niet gelijk in die eerste toetsfase, waarin we zeggen van nou, warmtenet in één dag. Dat gaat niet. Maar in die tweede fase is dit wel handig om dit op deze manier gelijk gestructureerd op te pakken. Dan gaan wij naar het laatste onderdeel. En dat was de financiën. Niet onbelangrijk natuurlijk. Aandacht voor de betaalbaarheid. En ik ga, daar is een uurtje ook te kort voor. Ik ga hier niet een complete business case behandelen. Maar ik noem wel een aantal dingen die
waarvan wij tegenaan lopen, zeggen van ja, weet je, dat is wel echt belangrijk om daar aandacht voor te hebben. En dat begint met dit plaatje. En ook dit is zo'n plaatje. Je zegt van ja, dat kan je aan het eind van het proces helemaal maken. Maar je kan ook aan het begin, kan je hier al vrij snel inzicht in krijgen. En dat gaat over oplossingsrichtingen. Dus je hebt een aantal varianten. En die wil je gewoon met elkaar vergelijken. En hoe doe je dat dan? En dat kan in die beginfase. Volgens mij kan je dat op een eerste grove manier best al goed doen. En wat we hier gedaan hebben, is de vertaalslag gemaakt van een aantal concepten. Naar van, oké, maar wat zou dat nou voor de bewoner uiteindelijk betekenen? En ik snap dat je een aantal maatschappelijke kostenbaten hier niet, nog niet goed in meegenomen hebt. Maar het geeft wel een eerste indicatie wat het voor de bewoner zou betekenen. Als je nu een warmtenet zou vergelijken met andere oplossingsrichtingen. En ik ga ze niet helemaal na, maar ik geef even in grote lijn aan wat we hier gedaan hebben. Een aantal warmtenetopties. Eentje met een wijkoplossing met WKO, aquatomie en een collectieve warmtepomp. Een warmtenet met geothermie. Een ZLT-net, warmtenet met WKO en aquatomie en individuele warmtepompen. Een luchtwarmtepomp individueel, bodemwarmtepomp individueel en een huidige situatie CV-ketel. En ook hiervoor geldt overigens dat als je het over hebt over kentallen, hier zitten natuurlijk al heel veel kentallen in waar je op zich de discussie over kan voeren. Maar ik kijk vooral naar de grote lijn. En de grote lijn die mij altijd opvalt is dan dat ik zeg van oké, ten opzichte van de huidige situatie zijn eigenlijk alle opties duurder. Dus als je het over betaalbaarheid hebt, dan betekent dat volgens mij wat. Gewoon als iets duurder is, dan moet iemand de beurs trekken. En of dat is dan de bewoner, of de gemeente, of de landelijke overheid, of subsidie, of nou ja, name it. Er zit een delta in. Wat mij ook opviel is dat toen ik dit sommetje nog eens een keertje gezien had en gemaakt had, dat geothermie een goede oplossing is. En hier breekt zich even de methodiek. Want hier is geen rekening gehouden met fasering. Hè? Want, en bij geothermie is natuurlijk met name de fasering. En er zitten ook overigens nog allerlei risico- en onzekerheidsfactoren in. Is een aandachtspunt. Maar als je gewoon geothermie met redelijke zekerheid en redelijke snelheid kan toepassen in een wijk, dan is dat wel een hele interessante, eigenlijk de meest interessante opties. En je ziet natuurlijk ook heel veel meer lokalere systemen met WKO's en aquatomie. Eigenlijk weet je het voorbeeld van Harderwijk wat ik net liet zien. Ja, als je geen geothermie kan, of de onzekerheid te groot is, dan is het natuurlijk een prima alternatief. En of je dat dan met een MT-net doet, een LT of een ZLT-net, daar zit wel verschil in overigens in kosten. Hè? Maar goed, daar kan je nog de discussie over voeren, omdat een ZLT-net gewoon best veel andere voordelen heeft. Linksom of rechtsom gaat het er mij om in dit plaatje, dat de totale kosten voor een bewoner, wat die uiteindelijk kwijt is, hoger zijn dan die CV-ketel en dat daarmee, ja, betaalbaarheid gewoon een issue is. En volgens mij is dit ook wel, eerlijk gezegd, een van de dingen waarmee we worstelen. En er komt natuurlijk meer, de WIS-subsidie komt eraan, er zijn wel subsidiemogelijkheden, maar waarmee we worstelen volgens mij is dat we die business case niet goed rond krijgen. In ieder geval niet rond ten opzichte van de huidige situatie met gewoon een simpele, zeg ik dan maar, cv-ketel. En natuurlijk zeg ik dan van ja, maar de gaskosten, wat gebeurt daarmee? Ja, dat kan. Maar ook daarvoor geldt van het verhaal naar de bewoner toe. Die zegt van ja, maar ik zie de gasprijs alleen maar weer dalen sinds 2 jaar terug. Logisch, want toen was die ook wel heel erg hoog. Maar kortom, die betaalbaarheid, dat is wel een lastige. En nou zitten er natuurlijk in zo'n business case wel een aantal knoppen waar je aan kan draaien.
Uiteindelijk wil je met die business case natuurlijk die onrendabele top bepalen. Hè? Dus het sluitstuk eigenlijk van je exploitatieberekening, wat zich uiteindelijk vertaalt in die bijdrage aan aansluitkosten voor de bewoner. En die zie je dat die vaak nog relatief hoog is. En dat maakt het verhaal soms lastiger om dat concrete bewonersaanbod te doen. Omdat dat gewoon nog niet helemaal matcht. Maar er zitten wel een paar belangrijke uitgangspunten in. Dat zijn toch weer, daar komt die weer, de kosten en baten goed uitgezet in de tijd. Maar die kosten kent al met name weer. Hè, om daar wat grip op te krijgen, dat vind ik echt nog wel een ding. Want in die business cases worden vaak ook alle risico's, en ik kom straks als laatste nog even op die risico's terug, maar risico's worden volledig ingeprijsd. Ja, dan maak je een business case lastig. Dus daar kan je misschien ook op een andere manier naar kijken. En uiteindelijk zie je dat de twee belangrijkste parameters toch wel zijn het volloopscenario en je rendementseis. En ik heb hier even twee plaatjes weergegeven met het verloop van de netcontante waarde in de tijd over een periode van 30 jaar. Even uitgaande van een 10-jaars of een 8-jaars was dat volgens mij volloop. En stel, hè, dat is theoretisch, weet ik, maar dat je nou in één keer of in 1 of 2 jaar volloop hebt. Dan zie je opeens dat die onrendabele top, oftewel na 30 jaar, die is er niet. Dus daar zit veel ruimte in, laat ik het zo zeggen. Om je business case te verbeteren of je aanbod te verbeteren, laat ik het zo zeggen. Dus follow-up scenario en uiteindelijk met welke rendementseis reken je. En dat hangt weer heel erg samen met hoe je die risicoanalyse doet. Nou, dus even samenvatting. Exploitatietermijn is belangrijk. Ik zei 30 jaar, maar kan je misschien wel over 40 jaar rekenen of misschien wel 50 jaar, want hoe lang gaat een warmtenet mee? Dat maakt uit. Je volloopscenario net genoemd, rendementseis net genoemd en die, met name die samenhang tussen rendementseis en risicoanalyse. En wat is dan nodig om om hier wat meer, nou ja, noem het maar, grip op te krijgen? En dan kom ik eigenlijk weer terug waar ik net al een beetje begonnen ben, maar die standaardisatie, variatie van kosten kent alle, dan heb je echt, dat je echt het gevoel hebt, gewoon in de basis staat mijn business case gewoon. Het gevoel voor de echt belangrijke parameters, hè, dus ik heb er net een paar genoemd, maar er zitten er natuurlijk wel meer nog in. Die risicoanalyse, wat doe je daarmee? En volgens mij kan je daar twee dingen mee doen. En dat heeft ook een beetje met die rol van de gemeente en die inrichting van de organisatie te maken. Je kan die risico's, en dat is even het laatste puntje wat hier staat, die kan je helemaal verwerken in je business case, zodat het gewoon onderdeel is van je business case. En je eigenlijk een soort de business case min of meer een beetje kapot rekent. Je kan ook zeggen van nee jongens, we gaan ze apart inzichtelijk maken en we gaan het gesprek voeren over hoe we die risico's beheersbaar gaan maken en hoe we ze gaan verdelen en wanneer, als ze optreden, wie er dan aan de lat staat. Hè? En kan je dan als overheid of als gemeente of misschien heb je wel een reserve, dat je je subsidie in een reserve stopt of nou ja, daar kan je allerlei vormen voor bedenken omdat hoe je daarmee mee om wil gaan. Dan maak je je basis business case in ieder geval een soort transparanter. En haal je, voer je het gesprek vooral over die risico's. Over die parameter van die rendementseis hangt altijd samen ook met je financiering. Ik ben overigens geen financial, maar dat weet ik ondertussen wel. En ik vraag me ook wel eens af van ja, weet je, je hebt die duurzaamheidslening van 0%. Voor particulieren. Als we die nou eens gewoon daar iets mee zouden kunnen. Dat scheelt ook al behoorlijk op je uiteindelijke business case en de uitkomsten daarvan. Nou, ook hier zijn we er nog niet. Maar zou het mooi zijn als we wel in ieder geval die tot met elkaar. Hè, en met elkaar bedoel ik dan gewoon als maatschappij of als partijen die hiermee bezig zijn. Tot een soort standaard zouden komen. Zodat in ieder geval we dat allemaal op dezelfde manier doen. En dat we ook wat meer gevoel krijgen voor de uitkomsten. Nou ja, 5 onderwerpen in vogelvlucht.
Laten we slim samen en liefst snel aan de gang gaan en daarmee versnellen. Dat is eigenlijk mijn oproep hier ook. Tot zover. Als er nog achteraf straks nog vragen zijn, dan kan je mij altijd nog daarover benaderen. Of mijn collega Joost Gerritsen. Als er achteraf vragen zijn, maar wellicht dat er nu ook Bianca al wat vragen zijn. Er zijn inderdaad wat vragen binnengekomen gedurende het webinar. De eerste vraag is: in hoeverre wordt koeling meegenomen in keuzes voor oplossingsrichtingen? Aangezien koeling en klimaatverandering komende decennia mogelijk een belangrijke rol gaan spelen. Ja, ik heb hem ergens, stond hij in het rijtje als koeling met een vraagteken. Omdat hij inderdaad, je ziet gewoon dat het klimaat verandert. Hè? En er loopt nu ook zo'n onderzoek samen met KNMI om naar die scenario's te kijken van ja, wat betekent nou die klimaatverandering voor de temperatuurdata's die we gebruiken, hè? Buitentemperatuurdata of klimaatdata. Voor onze doorrekening, juist die modellering hè, die ik net ook heb genoemd, die wordt vaak nog gedaan op de data van nu of van afgelopen tijd. En KNMI is nu bezig om die data voor meer scenario's te maken voor de toekomst. En daar kan je natuurlijk ook heel goed inzichtelijk maken van ja, oké, maar wat is dan sowieso het effect op koeling in woningen? Dus dat is één, dus dat is altijd goed om ook te beschouwen. Het tweede is als je in bestaande bouw nu gaat rekenen, inclusief koudelevering, dan zie je dat bepaalde concepten, met name die ZLT-netten bijvoorbeeld, dat heel goed kunnen. Maar dat MT-netten, dan moet je gewoon extra koude netten naast leggen, hè, om te voorkomen dat iedereen zijn eigen airco gaat aanschaffen. Dus dat heeft invloed op de keuze. Ik zie ook wel veel huiver om dat al als vast uitgangspunt mee te nemen. Want de vraag is ook een beetje, van even puur een marktvraag, is die vraag er bij bewoners? Zitten die erop te wachten? Of moet je dat dus pushen als overheid van ja, nee, maar jij hebt koeling nodig? Of willen bewoners daar ook echt voor betalen? Want in een business case zie je wel dat koude levering wel ingewikkeld is in een bestaande woning. De bewoner moet best veel extra dingen doen in zijn woning om het mogelijk te maken. Hè? Dus dat werkt kostenverhogend. In je energieconcept moet je er rekening mee haken, mee houden. Dat je dat kan doen, dat werkt kostenverhogend. Dus je ziet, dat is gewoon feitelijk dat de business case wel slechter vind ik niet het goede woord, maar anders wordt daardoor en de bewoner gewoon meer moet gaan betalen. Nou, dat is een afweging. Hè? Dan vind je dat belangrijk in je multicriteria-analyse om dat wel of niet mee te nemen. Ja, dit was ook namelijk nog een andere vraag van iemand die zei of het warmtenet met geothermie of daar de koeling ook al mee ingenomen was. Maar dat is dus nog niet. Nee, want dan heb je echt zeker bij dat soort bronnen, hè, restwarmtebronnen, dan heb je inderdaad gewoon een ja, dat levert gewoon 50, 60, 70, 80 graden warmte. En heb je gewoon een apart net nodig voor koeling. Als je ook collectief koude wil leveren. Ja. Dan hebben we een vraag over. Even kijken. Zijn er verschillen in aanpak of stappenplannen tussen woonwijken en bedrijventerreinen qua bewoners of gebouweigenaren? Vraagt dat een andere benadering? Ja. Tenminste, mijn ervaring is wel, ja. Bij bewoners zie je. Bewoners is in die zin nog wat. Aan de ene kant wat makkelijker, omdat je qua type woningen. Is meer een soort eenheid. Hè? Bij bedrijven zie je natuurlijk allerlei verschillende soorten bedrijven. Met allerlei verschillende soorten. Energievraagprofielen. Dus die is. Vind ik lastiger, eerlijk gezegd, als woningen. En dat komt ook een beetje doordat bedrijven, als je gewoon een heel standaard bedrijventerrein hebt, dan zie je heel veel bijvoorbeeld, of tenminste, er zitten altijd bedrijven in die een kantoortje aan de voorkant, een halletje aan de achterkant. Nou zeg ik het even heel simpel, hè. En die hal, die wordt een beetje verwarmd met een heatertje. Ja, en als je die wil verduurzamen,
Dat is best ingewikkeld. Of ingewikkeld, dat vraagt specifieke oplossingen die duur zijn. Dus je ziet dat daar heel veel verschillende type afnemers zijn. Dus dat vraagt inderdaad wel wat qua aanpak. En als je het hebt over communicatie, participatie, met name participatie om die bedrijveneigenaren of de bedrijfs... of de eigenaren van de panden of de gebruikers van de panden mee te nemen, vraagt best ook veel aandacht. Nou heb je soms wel de mazzel dat je daar dan bijvoorbeeld al een bedrijvenvereniging hebt waar al bepaalde duurzaamheidsacties lopen, maar dat zijn vaak toch individuele duurzaamheidsacties. Zonnepanelen, isoleren en niet iets om een collectief warmtenet aan te leggen. Dan nog een hele korte vraag. In het voorbeeld van de kosten, was het voor een specifieke wijk of geldt dat in zijn algemeenheid? Nee, ik heb daarvoor echt een keertje gewoon een heel gemiddelde wijk gewoon genomen, dus niet specifiek. Dus daarom zei ik net ook van, het gaat echt even meer om de trend te laten zien, om de verbanden, verhoudingen. Die zie ik wel vaak terugkomen, hè, met wat verschillen afhankelijk van de projectspecifieke wijk. Maar dit is gewoon echt gewoon voor een gemiddelde, echt een hele gemiddelde wijk. Ja. Dan, wat zijn de aanpassingen in de woning? Moet er een minimale RC-waarde van QV10 gehaald worden, van systeem C naar D met ventilatie, bijvoorbeeld? Ja, dat... Ja, of wat de QV10 waren, of die nou 0,6 of 0,2 of weet ik het wat moet worden, dat durf ik niet te zeggen. Maar wat je wel natuurlijk ziet, is dat als je overgaat naar, ik noem maar wat, individuele warmtepompen in de woning, of gewoon warmtepompen in de woning, en je wil naar laagtemperatuurverwarming, dan is het is vaak een keten die integraal benaderd moet worden. He, dus als jij, en dan bedoel ik de keten ook in de woning zelf. Dus als jij naar warmtepompen gaat, wil je het liefst naar laagtemperatuurverwarming. Als je naar laagtemperatuurverwarming gaat, wil je misschien wel het liefst naar vloerverwarming. Als je naar vloerverwarming gaat, moet je zorgen dat er niet te veel... hoe zeg je dat? Het vermogen wat je in de woning af moet geven, moet dan niet te groot zijn. Om dat te realiseren, moet je wat aan je schil doen en aan je QV10-waarde om te zorgen dat je geen comfortproblemen krijgt. Dus die hele keten in die woning is belangrijk, maar of je dan precies welke QV10-waarde dan precies nodig is, durf ik zo hier niet te zeggen. Maar dat je daar goed op moet letten, met name als je echt naar laagtemperatuurverwarming wil, hoe je dat precies gaat doen, daar moet je wel goed naar kijken. Overigens lopen daar ook weer allerlei onderzoeken naar, hè, van is dat nou echt nodig? En het is precies trouwens ook een goed voorbeeld van keuzestress. Van ja, wat is nou nodig? Moet het inderdaad naar QV huppel de pup of niet? Moet ik naar vloerverwarming? Maar daar lopen dus ook een onderzoek naar, wou ik zeggen, van of is er gedaan ook in het kader van dat warming-up programma. Van ja, hoe kan je nou in een bestaande woning zonder als te veel wijzigingen bijvoorbeeld al op 50 graden verwarmen? Nou, het blijkt dat dat een heel groot deel van de tijd gewoon kan, als je dat accepteert. Oké. En ik heb hier nog een vraag over hoe zorg je ervoor dat inwoners aan willen haken op het warmtenet, gelet op de vele negatieve publicaties de afgelopen periode? Ja, dat is bijna je verkoopverhaal, hè, van het verkoopverhaal voor warmtenet. Is volgens mij, om gewoon om concreet te worden, daar ben ik ook mee, heb ik ook gezegd, hè, concreet te worden van wat betekent het warmtenet. En daarbij ook gewoon heel duidelijk de voordelen te benoemen. Dus dat het ook duidelijk is voor inwoners, dat ze er ook dat het ook gewoon, nou ja, echt gewoon voordelen heeft. En inderdaad de nadelen of de negatieve, het negatieve sentiment wat er soms is. Ja, dat zou je dan, laten we zeggen, daar moet je ook iets tegenoverstellen van wat positief is. En ook gewoon ook soms gewoon hard zijn van, ja, weet je, of het is gewoon een nadeel.
Of gewoon zeggen van, ja, weet je, die discussie is er wel. Maar kijk, als je dit of dat zo beredeneert, is het gewoon niet waar dat het duurder is of goedkoper of weet ik het wat. Dus ook een beetje feitelijk worden. Oké. Nou, omwille van de tijd laten we het hierbij. Ik zal even kijken, er waren nog wat andere vragen, maar die stuur ik naar je door, Lambert. Dan kun je die altijd nog beantwoorden. Voor nu wil ik jou in ieder geval heel hartelijk bedanken. En alle mensen die ook gekeken hebben. En ik hoop jullie allemaal straks terug te zien tijdens het Nationaal Warmtecongres, waar DWA ook aanwezig zal zijn en waar jullie zeker nog de kans hebben om hen nog wat meer vragen hierover te stellen. Nog een fijne maandag en hopelijk tot ziens. Jo, tot ziens.